gaan we dan. Yes. In de MX-5. Waarna gaan we door politie. Zo, dit is nog een... Het is wel een beetje gas geven. Precies, dat zijn de nokkenasjes die om de hoek komen. Kijk, nou, daar gaan we het zo wel over hebben dan, denk ik. Precies. Hey jongens, ik ben Wouter Karsen van Autoblog en naast mij zit... Jurre. En we zitten in een... Ik steek echt boven het dak uit, maar goed, maakt niet uit. In een MX-5. Ja. Dit is een NC, hè? Ja, en dan een NC3. Dat is de laatste generatie, ja, 2015. Ja, dat is inderdaad recenter dan je, dat ik in mijn hoofd zou denken, maar ja, redelijk later dus. En dan een klein beetje aangepast om het leven nog wat leuker te maken. Een klein beetje, zegt hij dan. We hoorden net al de nokkast. Nee, dit is verre van standaard, zou ik bijna zeggen, toch? Ja. Ja, dit is een MX-5 met affabriek een 2 liter. Ja. Die... door BWR GTI, die maakt pakketjes, dat is een Engelse tuner. Ja. En die hebben een tuningspakket ontwikkeld met individual throttle bodies. Dus als we straks wat hoger in de toeren komen, dan zullen we dat ook kunnen horen, denk ik. Ja, dat hoor dat ook. Ja, en dat is gecombineerd met de andere nokkenassen, een 4-in-1 uitlaatspruitstuk en een andere demper. En, ja, dat maakt dat hij uiteindelijk dan 225 pk zou moeten leveren met 160 standaard. Dat is echt een behoorlijke upgrade inderdaad. En ja goed, het blijft een Engelse tuner, dus uiteindelijk heb ik hem in Nederland dan 210 pk gemeten. Oké. Okay. Maar een hertune was wel nodig, want hij liep koud, echt super slecht. Yeah. En, nou ja, hij was, zo zei je, die tuner, hij was met name voor vol gas settings getuned, maar okay. Met half gas dan haperde het en hij gaf vaak foutmeldingen en zo. Yeah. Dus dat kon wel wat extra werk gebruiken. Klinkt nu al, dat doe ik. Ik geef nog geen gas, hè, maar hij klinkt al lekker ruig. Klappetjes in de uitlaat. Precies. Dit is geen standaard MX-5 inderdaad. Nee. Lekker. Maar opnieuw aangepakt dus. En sindsdien eigenlijk wel naar tevredenheid. Eigenlijk geen foutmeldingen meer. Plop. Maar lekker ruig motorblokje zo. Ja, dat zit wel. Ik vind het ook leuk om ernaast te zitten. Ja, lekker. Gebruiken, hè? Ja, ik had hiervoor had ik een 1800 MX-5 yeah. uit 2007 en die heb ik uiteindelijk ook laten chippen en een 4-in-1 uitlaatspruitstuk, inlaat, uitlaat, nou ja, zeg maar het hele spul. En die ging naar 160 pk, maar ja, alles went, hè. Ja. En ja, deze was toch ook weer een stuk recenter met een motorgeluid wat je niet kan negeren. Nee. Dat is leuk. Ja, weet je, dat is ook wel het grappige met een MX-5. Het is gewoon het klassieke recept van een roadster. Hè. Motor lekker voorin. Ja. Aandrijving op de achterwas niet te groot. Nou ja, in mijn geval misschien iets te klein de auto. Een beetje boven het dak uit, maar maakt niet uit. Ja, daar heb ik geen last van. Nee. Dus ik ben net te lang. Dat is echt wel met dit soort auto's. Als je gewoon net 10 centimeter vuiltjes zit, dan ben ik van 1,93. Rond 1,80 zie ik het helemaal perfect. Maar dit is wel leuk snel. Zonder dat het... Ik bedoel, je gaat er... Heb je het wel eens gemeten naar de 100? Hoe zou het moeten zijn? Nou, hij zou net binnen de 6 seconden naar de 100 moeten kunnen. En ik heb hem wel eens op 2,35 gehad. Maar... Ik denk dat hij 2,50 teller moet halen, dus ergens eind 2,30 in het echt of zo. Ja. Snel genoeg. Precies. Die klappen komt er niet, joh. Nou, leuk. En onderstel denk ik ook anders, of ja, niet? Hij heeft een schroefset van SPS Motorsport erop zitten. Ja. Yeah.
En dus hebben we nog een nadeel dat ik erbij zit, want ik ben iets boven de 100 kilo. Dus ja, als je jij je eentje, dat scheelt ook wel. Dat is wel met dit soort auto's natuurlijk. In één keer gaat het, je voelt het wel altijd als je met twee man erin zit. Ja, ja, ja. Maar onderstel is wel mooi inderdaad. Is wel echt, voel je dan meteen. En anti-rollbars erop en van die strutbars erop. Ja. En Michelin Pilot Supersport. Ja, nou als het warm is, ja, het is nu echt glad en bagger weer natuurlijk. Ja, en dan in één keer, dan helpt het allemaal niet mee. Die banden, vrij breed, vrij licht autootje. Ja. Dat is gewoon niet briljant nu. Maar we rijden veel in. Is het jouw dagelijks auto of is de fun auto? Nee, dit is de fun auto. Ah, ja. Die staat normaal gewoon binnen in de garage. Ja. En voor dagelijks rijden we nu een BMW i4 M50. Ah, oké. Okay. Ah, ook aardig. Die hebben we net een maand en verder hebben we nog een BMW X3. Ja. Dus ja, wel zeg maar de gemiddeld wat leuke rijdende auto's. Ja, ja, zeg maar. Ja, 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 zie ik. Nee, maar het zijn inderdaad wel uiterste. Die i4 maakt bijna geen geluid. Emotieloos in de zin dat het altijd gaat. Ja. Ja, en hier, bedoel, ik zit nu is het 3 met 3000 toeren. Je moet eigenlijk ook dat wat meer toeren maken. Precies. Hij draait bijna 8000 toeren. Oké. En ja, zo'n i4, ja, dat gaat dus altijd. Ligt ook echt super strak op de weg. Ja. Het geeft wel het voldoening om hem een beetje uit te wringen. Je moet hem helemaal uitknijpen en dan zit er wel emotie in. Ja, ja, begrijp ik wel. En hoeveel rij je er mee? Ik rijd er iets van 7.000 à 8.000 kilometer per jaar mee. Ja, oké. Nou, best wel wat. Dus ja, ik ga meestal met name in de zomer en de lente één keer per week ermee naar mijn werk. Ja, okay. En voor de rest gewoon redelijk veel plezierritjes. Funritjes, ja. Socialer maken, ook ander verkeer natuurlijk. Nou, mensen hebben er wel vaak een mening over. Kijk, met name de ITB's, die maken vrij veel lawaai, hè, als je ze lekker op hun falie geeft. Ja. Mensen denken altijd gelijk dat je als een idioot aan het rijden bent. Ja, dat valt mee. Maar in het algemeen valt het mee. Ja. Ja, wat dat is zo'n i4 veel gemener, want daar rij je al snel 150 plus mee en je hoort niks. Precies, ja. Nou, lekkere auto ook hoor, maar ja, totaal anders. Ja. Maar is dit je tweede MX-5 of had je ervoor ook al? Nee, dit is de tweede MX-5. Daarvoor dus een 1800. Ja. En daarvoor hebben we kortstondig een avontuur gehad met een BMW 335 Cabriolet. Ja. Dat was niet de allerbeste aankoop van mijn leven. Die moet er ook bij zitten. Ellende met... Wastegates die rammelden, open bleven staan, olielekkage, injectoren, ja, de hele N54 checklist. Ik zei altijd, ja, je moet gewoon €5000 ervoor uitgeven. Ja. Dan is die motor echt hartstikke goed en betrouwbaar weer voor de komende 150.000 kilometer. Ik ben een beetje neurotisch en dat soort dingen, dus op een gegeven moment had ik er echt last van. Ik denk van, ja, wat zou er nu weer met die auto zijn? Ja, nou, dus, maar dat kunnen we elkaar de hand geven, dat heb ik namelijk ook. Hij moet weg, dus, hij wil nu wat anders. In 4-5 maanden was die auto eruit. Ja. En daarvoor had ik een BMW Z4 Coupé. Een 3 liter SI met 265 pk. Ja. Was ook heel leuk. Het enige jammer was dat het een automaat was. Okay. Maar je bent niet weer voor dan een BMW. Ik had ook een Z3 of een Z4. Zo verschillende versies. Wel even naar gekeken, maar ik was wel weer eventjes genezen zeg maar, van naar wat 335 avontuur. Nee, ja, klopt. Maar
dat zeg je, maar dat is natuurlijk een beetje de standaard de MX-5. Ja, je hebt er behoorlijk wat aan gedaan. Jawel, en hij was ook op aanschaf, want toen zat het BBR-pakket er al op. Oh, okay. niet de goedkoopste, nee. MX-5, zeg maar, van het land. Nee. Want weet je wat dat BBR-pakket kost? Als je dat, zeg maar, normaal... Ja, voor mij rond €7000 of zo, als je dat laat installeren. Ja, ja, dat is natuurlijk wel geld. Ja. Maar goed, wel het leukste pakket, hè, want je hebt ze natuurlijk ook met superchargers, je hebt ze inmiddels ook met turbo's. Ja. Maar goed, dat gaat dan ook weer altijd. En dit is echt wel het klassieke autorijden met, je moet er een klein beetje je beste voor doen. Ja, ja. Als ik hem nu zo in zijn vier zet en ik geef vol gas, nou, ja, dat gebeurt is niet indrukwekkend, hè. Zij moet terug naar zijn drie. Die drempel dat ik maar even door de auto eraf ging. Een beetje toeren maken, dat vindt hij wel leuk. En dat, en wat ik wel grappig vind, ook als je gewoon wat rust, nog niet eens vol in het doorhalen bent, dat je wel, geluid en je onderstel, wat natuurlijk gewoon, je hebt goed meegegeven wat er aan de hand is op de weg en zo. Ja. Dat is ook echt mooi. Maar ja, blijft deze auto voor altijd dan? Ja, dat zeg ik wel eens, maar meestal is dat niet zo. Volgende week heb je weer wat anders gekocht. Ja, het leuke zit ook in aanpassen van zo'n ding. Hè. Dus ik heb die softset heb ik zelf gedaan. Die strutbar heb ik zelf gedaan. Zo'n ander audiosysteem, andere luidsprekers. Ander stuur, zeg maar, opnieuw laten bekleden. Mijn recaro-stoelen overgezet. Ja, en op een gegeven moment is zo'n auto af en dan gaat een deel van het plezier is dan ook weg. Ja. Dan ga ik me een beetje vervelen. Ja, true. Maar ja, dan kan je er gewoon mee gaan rijden. Maar ook dit soort autootjes, ja, weet je, die, als je ze verkoopt, ja, doorgaans, dan leg je er enorm op toe. Want ja, je moet maar net een gek zien te vinden die dan dit ook leuk vindt. Dit weet te waarderen, ja. Ja, maar toch, ja, nou ja, we hebben in ieder geval een mooie video om naar te verwijzen. Zeker, dit is wel echt... Ik heb er zelf ook wel eens naar gekeken, MX-5, en ik denk niet dat ik het ooit ga doen, omdat ik ben te groot voor deze auto, maar het hele concept is natuurlijk gewoon gaaf, zeg maar, een relatief eenvoudige, in de goede zin van het woord, lichte, betaalbare roadster met alle goede ingrediënten. Ja. Nou, als je die dan op smaak brengt met een beter onderstel, wat meer vermogen, ja, het is wel echt redelijk geniaal. En hebben hier niet eens een echte mooie rijderswegen of zo, maar het is natuurlijk wel gewoon zo'n bocht in. Het is gewoon, je voelt, zeg maar, alles wat hij doet. Het is wel grappig, manier. Ik gaf je eens gewoon, maar je voelt al, zeg maar, je reed door een plas. En dat zijn natuurlijk best wel veel moderne auto's die gewoon niks communiceren of te weinig communiceren. Ja. Dus dit is wel gaaf. Dus mocht je ooit je koop komen te staan en deze video zit erbij, ik kan hem je van harte aanbevelen. Het is echt een leuke auto. Voorlopig blijft die, want het is gewoon leuk genoeg, zeg maar, voor wat ik nu wil. Ja. Ja, dat begrijp ik ook. Je hebt dus motorisch onderstel, andere wielen, andere stoelen. Je hebt er echt veel aan gedaan. Ja, en is er aan gedaan? Beter geïsoleerd, zeg maar, met name in de deuren, zeg maar. Enerzijds voor de luidsprekers, maar anderzijds is het allemaal gewoon best matig geïsoleerd. Ja. Ik wil de uitlaat horen, maar alle andere dingen hoef ik eigenlijk niet te horen. Nee, de uitlaat horen. Ja, geweldig. Dus, ik vind zo'n ND, voor dit geld had ik die ook kunnen kopen. Maar ja, uiteindelijk moet je al die auto's op smaak brengen. Ja. Want, standaard vind ik er niet zo heel veel aan. Beetje een tammetje. Ik heb altijd gezegd, als ze nou eens even een performance versie zou uitbrengen. Eigenlijk wil je dit. Wil dit vermogen. Precies. Dit geluid, deze beleving. Ja. Dan is het leuk. Ja. Maar gewoon ook zo'n ND met zo'n standaard 2 liter. Ja, weet je, het gaat best wel van zijn plek. Maar ja, het loopt als een naaimachientje. Ja. Ja. Dat is een redelijk goede schroefset. Ja. Ik had die voor een Bilstein B14 op die Mazda zitten. Dat was ook goed, maar ja, hier kon ik nu op een redelijk voordelige manier aankomen. En best prima. Ja. Heb je nog een
droom in je hoofd. Je denkt, nou, de volgende, een beetje groot vind ik. Nou, ik heb altijd gezegd, voor mijn 30ste wil ik een Porsche hebben. Nou, dat is al 7 jaar lang niet gelukt. Zou wel kunnen, maar oh ja, als je uiteindelijk voor je 40ste dan nog. Hè? Dan ja, kan nog, hè? Maar ja, drie jaar. Voor de euro per rijplezierbalans. Ja, denk ik niet per se een Porsche te kopen. Dan is dit eigenlijk alles wel wat ik wens. Ja, of je moet een Boxster, maar ze zijn, die kunnen ook duur zijn. Ja, die zijn ook wel leuk. Duurder op het moment. Ja, En weet je, ja, ergens moet je ook een keer tevreden zijn. Hè? We zijn autoriefhebbers, we kijken altijd door naar het volgende. Maar dus ja, een Porsche, ja, misschien ooit. Kijk, maar wel gewoon 911 of Boxster of iets? Nee, ik denk dan een Boxster. Ja? Ja, ik denk het wel, ja. Dat is meer het verlengde van dit, hè? Ja. Maar voor nu nogmaals, ja, weet je, het is gewoon een hele lekkere auto. En, ja. Ja, ik rijd er nog altijd met plezier in. Ja, maar dat kan ik me goed voorstellen. Een beetje gas, dat merk je wel. Je voelt je merkt alles wat gewoon heel veel feedback. Gewoon, ja. Zonder, natuurlijk, als je hard aan het rijden bent, vast ook, maar ook juist als je gewoon zo'n beetje toert. Is dat leuk, die wat geluid, dat hij wat geeft aan je. Ja, dat was ook met die 335, weet je wel, dat werd leuk, zeg maar, als je er echt heel hard mee reed. Ja. Ja. Maar ja, dan reed je ook alweer echt massaal te hard. En dit heeft ook gewoon, als je tussen de 80 en de 130 rijdt, een emotie, zeg maar. Ja, is het ook leuk. En het dakje kan eraf, je kan een beetje bijbreinen zo in de winter. Een beetje vitamine D, zoals wel goed. Erg leuk! Ja. Ook wel, ik zag hem op het lijst staan. Ja, zo, die gaan we naar. Ja, dank dat je er heel gaaf rijden. Heel leuk. Dat is achteruit, zo. Zo. Bedankt voor het kijken. Heb je een leuke auto? Geef je op. URL hieronder. En als je deze auto wil kopen, als die ooit te koop komt, misschien komt hij uit te koop. Misschien hou je op wel altijd. Wie weet. Dan hebben we hier een mooie reclame. Het is echt een oprecht leuke auto. Echt lekker veel beleving. Alleen moet het niet te lang zijn. Maar dat merk je zelf met de passen. Ja, dus ik krijg echt op gaan zitten, man. Ik kijk echt wat tegen die stijl. Ja. Nou, heb je ook in een Lamborghini, toch? Ja, precies. Ja. Dus, het Lamborghini gevoel dus, maar dan voor met betrouwbare Japanse techniek en veel betaalbaarder en zuiniger. Nou, hoe meer kunnen we hem aanprijzen? Maar hij staat dus nog niet te koop. Dus dat is op zich wel grappig. Dat ik daar heel veel over. Hey, doei!